Chavanel gegrepen. Valt me een beetje tegen. Ja, in de tuin na 200 misschien... kilometer. Sterke mens. Mooi is dat. Tonnen respect voor Nico Eekhout. Ja, absoluut. En ik is benieuwd of hij nog eens een keertje gaat overnemen na die bocht. Het doet er soms een beetje meewarig over, zo van ja, het maakt me allemaal niet uit. Maar dat hoort bij zijn stijl. Ja, het is toch wel dat er hier in deze wat smallere straten wat rek op zit. Kevin, dit shit daar uitstekend geplaatst. Ja, maar daarachter een hele trein van Vacansol. Eindelijk toch. En uiteindelijk loopt het dan toch samen. Op 5 kilometer van de aankomst met Juan Antonio Flecha. 3 teams naast 1. Uit het West-Vlaamse Heuvelland. Straks terug in Gent-Wevelgem ongetwijfeld. Zal zich nu een beetje insluiten met Greipel. Die zakt wat weg. Die zit nu in 20ste, 25ste positie. Tempo echt hoog gehouden worden. Ze zijn daar ook aan het wringen voor vakantie. Het zijn mannen van Omega Pharma die er nu aankomen. Sutton zit in de 2e positie. Er komt van helemaal achteruit Christophe. Is dat VU die daar op rechts komt van Vacansoleil? Dan staat ons nog wat te wachten in, denk ik, want er is toch nog ver. Nee, men gaat nog versnellen. Het is daar 300 meters. Wachten tot de eerste demarrage komt. Dat doet hij goed. En dan moet hij nu wel aanzetten. En dat is nog zeer, 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 zeer ver. Dan wordt het een keiharde, pikkelharde strijd. Maar hij schiet er als een katapult van weg. En komt er dan nog iemand aan. Cavendish als wereldkampioen Brussel-Kuurne winnen. Dat is zonder meer schitterend. Hij had een lange sprint. Hij lanceert goed bergaf. Wind in de rug. Hij kon het risico lopen.